Morgen, vandaag is het maandag en ik ga beginnen met de 75 Hard Challenge. Ik ben helemaal klaar ervoor. Ik heb mijn smartwatch om en ik ga nu een smoothie maken om de dag mee te beginnen. En die is super gezond, maar volgens mij ook wel lekker. Ik heb maar wat gedaan wat ik in huis had. Bleekselderij, spinazie, een dadel om het een beetje een zoete smaak te geven, komkommer en wat rood. Ja, zomerfruit uit de diepvries. Wat een opmoest wat nog staat in de koelkast is kokosdrink. En ik doe er wat hennepzaad bij en wat gebroken lijnzaad. Een schepje proteïnepoeder. Die heb ik bij de tuinen gekocht. En die was nu maar een tientje. Normaal zo'n 23 euro en nu was die maar een tientje. Ik denk, nou, ga ik gewoon proberen. En daarvoor gebruik ik mijn Blendtec blender. Ik zal hieronder de review linken van deze blender. Ik ben benieuwd. En ik doe er nog wat extra hennepzaad overheen. En ik ga dus deze helemaal opdrinken vandaag. Dit is dus 3,5 liter water. 3,75. 1 gallon. En daar ga ik nu mee beginnen. Here we go. Ja. Wij lopen nu een stukje. Rondje plas. Je hebt er ook zin in, hè? Ik? Jazeker. Het is goed voor al die takers weg te werken. Nou, daar gaan we dan. En voor het lunch heb ik rijstvellen gevuld met kropsla, komkommer, wortel, rijstvermicelli en spinazie. En ik heb daar een lekker dipsausje bij gemaakt van onder andere pindakaas, sojasaus en plantaardige melk. En als avondeten eet ik iets heel lekkers. Ik ben helemaal vergeten een video van te maken. Dus vandaar dat ik nu twee stories laat zien van Instagram. Dat zijn zoete aardappelfrietjes uit de airfryer. En een vegan hamburger tussen twee slabladeren en met plakjes augurk en uieringen. Klein beetje Remia Majolein. Super lekker. En in de avond ga ik even op bed liggen met mijn boek, waar ik dus 10 pagina's uit moet lezen. En ik neem een grote kop thee mee en natuurlijk mijn water. En dan zit de eerste dag er al bijna op. Ik hoef op dit moment alleen nog even mijn water op te drinken en dan kan ik alles afvinken van het lijstje. Wat trouwens heel fijn is, dat afvinken. Nou, tot zover dag 1. En de tweede dag begin natuurlijk weer met water vullen in mijn limonadetap 3,7 liter. En ik drink een smoothie. En tussen de middag maak ik een wandeling rond de Kralingse Plas. En daarna eet ik taco's van baby romaine sla gevuld met scrambled tofu, avocado, tomaat, hennepzaadjes. Heel lekker. Ik zet het hieronder hoe je dat kan maken en courgette soep erbij. En 's avonds ben ik helemaal vergeten om een videootje te maken van wat ik aan het eten was. Maar hierbij een foto ervan. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Links zie je gyoza's. En ik zal hieronder linken waar ik die vandaan heb. Uit de Aziatische supermarkt namelijk. Ik heb ze zelf even kort gefrituurd in wat zonnebloemolie. En ik heb zelf sushi gemaakt. Met daarbij sojasaus, wasabi en gember. Het is woensdag 12:30 's middags en ik heb er al 6150 stappen op zitten. Ruim 45 minuten, want ik moet dus twee keer per dag 45 minuten, dus één keer heb ik sowieso al gehad. En ik heb even boodschappen gedaan. Ik dacht ik laat je even zien wat ik allemaal heb gekocht. Mijn mooie wat eet je dan wel tas. En twee van deze tassen vol met groente en fruit. Ik zit dus op dag 3 van de 75 Hard Challenge en tot nu toe gaat het hartstikke goed. Het enige waar ik nu vandaag tegenaan loop is dat ik merk dat ik eigenlijk er goed aan had gedaan als ik een weekmenu had gemaakt. Of in ieder geval een planning wat ik zoal kan eten. Want ik heb dus een dieet gekozen dat ik low carbish wil eten. Dus zo min mogelijk carbs en zo gezond mogelijk.
Alleen loop ik nu een beetje tegenaan dat ik die sla wraps wel heb gezien al op dag 3. In plaats van brood. Dus ik ga sowieso zometeen lijnzaad wraps maken. En die ga ik vullen met wat lekkers. Ik heb allemaal lekkere dingen gekocht. Maar ja, ik was een beetje inspiratieloos. Nou heb ik dus die wandeling naar de supermarkt gebruikt om na te denken wat ik allemaal zou kunnen maken. En dus ter plekke in de supermarkt wat dingen meegenomen waarvan ik denk dat ik daar wel wat lekkers mee kan maken. Dus we gaan kijken wat ik allemaal heb gekocht. Ik ben naar Lidl geweest. Dat is vanaf mijn huis ongeveer 20 minuutjes lopen. Een kwartiertje, 20 minuutjes. Nou, eigenlijk wel korter dan een kwartiertje. Dus dat is flink sjouwen. Ik heb gekocht witte champignons. En mijn favoriet oesterzwammen. Deze zijn echt super lekker om in een beetje olie te bakken met wat peper en zout. Dan heb je een heerlijke snack. Dat is echt waar, dat is zo lekker. Dat vind ik überhaupt lekker. En ik heb kokosolie gekocht, want die was op. En ik heb olijven gekocht. Wel gezond, olijven. En deze ben ik heel benieuwd naar. Deze is nieuw. Bij onder andere Lidl. Meer supermarkten verkopen deze. Ik geloof Deen, maar dat weet ik niet uit mijn hoofd. 3 soorten vegan koolsalade. En ik heb gewoon voor de classic gekozen. Ik ben heel benieuwd. Het ziet er wel goed uit. Dus die ga ik wellicht zo meteen al proberen. Dit was trouwens 99 cent. Uit mijn hoofd. Checken. Koolsla. Oh. Oh nee, veel duurder. Ik dacht dat het 99 cent was. Het is 1,79. Dat vind ik best wel prijzig voor Lidl. Die ga ik proberen. Die heb ik nog nooit geprobeerd. Het is sojayoghurt van Lidl. 1,49. Dat is goed geprijsd. En dan is dit het fruit wat ik heb gekocht. Mandarijnen. 3 kiwis. Appel. 2 Granny Smith appels. En dan de groenten die ik heb gekocht. Bleekselderij. Ik vind dat wel lekker om tussendoor te eten. En ik gooi het in de smoothie 's ochtends. En komkommer altijd lekker. En ik denk dat ik vanavond de detox salade ga maken. Die op mijn website staat. Met venkel en kikkererwten en tahin. Daar wil ik bij eten. Zoete aardappel. Daar ben ik dol op. Van de week zoete aardappel gemaakt in de airfryer voor het eerst. Frietjes. En dat was echt heel lekker. Lekkerder dan uit de oven vond ik. Ze worden een stuk knapperiger. En dan heb ik een aubergine. En ik heb courgette. Want met de courgette, eentje in ieder geval, wil ik courgetti maken met mijn spiralizer. En toen liep ik net naar huis. En toen dacht ik van, dus ik ga vanavond waarschijnlijk spaghetti eten. Maar dan van courgette. Word ik daar heel blij van? Als ik heel eerlijk ben, nee. Want ja... Ik heb dat wel eens eerder gegeten en een bord met courgetti en dan saus erover. Het is heel healthy, maar word ik daar nou echt heel erg blij van dus? Nee. Dus heb ik besloten dat ik dan ja, iets van de helft aan pasta of iets minder dan de helft met die courgetti doe. Dan is het een soort van mix van courgetti en pasta. Dus daar heb ik nu al trek in. Dus maak ik een lekkere bolognese saus. Ik denk met gehakt van walnoten en zwarte bonen. Zal ook op de website zal het hier onder allemaal linken waar ik het over heb. En dan dat ik daar dan een soort bolognese saus mee maak. En dan is dat een stuk lekkerder dan alleen maar courgetti. Want dat is wel heel erg healthy. En ja, ik heb wel wat verdiend na al dat lopen, vind ik. Een beetje, klein beetje ja, fuel. Dus dat wordt het plan vandaag. Ook nog agavesiroop gebruikt. Ja, dit doe ik door een smoothie. Of als ik geen dadel gebruik in mijn smoothie, doe ik een beetje agavesiroop. Of heel soms in mijn thee doe ik het. Ik was voor alles wat je hebt gezien €24 kwijt. Ja, het is niet spotgoedkoop. Het kan waarschijnlijk nog goedkoper bij de Turkse supermarkt. Maar op zich, voor alles wat ik heb gekocht, vind ik het niet heel slecht. En ik vind groente en fruit gewoon echt heel goed daar. Blijft wat langer vers dan bij de meeste andere supermarkten. Dus het ziet er gewoon super goed uit. Dus ik ga nu mijn lunch maken. Ik ben benieuwd. Oké, het is nu iets over 2:30. En ik heb net mijn lunch gemaakt. Ja, ik was de wraps van sla was ik een beetje zat in plaats van brood. Toen ben ik eens gaan googlen en toen kwam ik lijnzaad wraps tegen. En die heb ik gemaakt. Ik ben heel benieuwd. Ik heb ze nog niet geproefd. Maar het ziet er wel goed uit. Wat is het? Het is gewoon heel eenvoudig. Lijnzaad. En dat maal je helemaal fijn tot een soort meel.
Ik gebruik daar zelf deze voor. Ik zal hem hieronder linken. Dat is sowieso echt een super fijn keukenmachientje. No spon, gewoon zelf betaald. En dan zet je dus... Ik heb 300 gram lijnzaad gebruikt. En dan heb je 300 milliliter water nodig. En dat is allemaal voor 4 wraps. En dat water breng je aan de kook in een pannetje. En als het dan kookt, dan, dan zet je het vuur uit en dan doe je die lijnzaadmeel erbij. En die lijnzaadmeel heb ik trouwens ook gekruid. Het hoeft niet, maar het leek me wel lekker. Currypoeder, koriander. Ik heb er van alles in gegooid. En dan doe je dus dat lijnzaadmeel door dat hete water. En dan wordt het een soort deegbal. En die verdeel je in 4 stukken. En tussen 2 bakpapiervellen ga je dat uitrollen, ieder stuk. Tot een soort wrap. En ze zijn niet perfect, maar je kan ze dan zeg maar buigen. Dus je kan ze ook gewoon zo eten. En volgens mij heb ik ook gelezen, als je ze wat langer doorbakt, worden ze hard en dan worden ze een cracker. Maar dit vind ik wel voor nu wat lekkerder. Dus je kan ze gewoon buigen. En ik heb er 2 gebruikt. En ik heb die ene gevuld met wat spinazie wat ik nog had met die koolsla die ik dus heb gekocht bij Lidl. En ik heb zelfgemaakte eiersalade gemaakt. Van tofu en kurkuma en kanemak en zo, dat link ik hieronder. Ook met spinazie. En dat leek me wel lekker. Ik heb beter een groter schaaltje kunnen nemen, maar erbij wat olijven. Dus dit is mijn lunch voor vandaag. Oké, ik ga nog een hapje nemen. Ik heb net een hapje genomen, maar ik weet nog niet helemaal wat ik ervan vind. Nou, het is zeker niet vies. En ik vind het nu op dit moment zoveel lekkerder dan een sla wrap. Want daar ben ik echt klaar mee. Snel hè, na 2 dagen. Maar ik proef helemaal niks terug van de kruiden die ik erin heb gedaan. Het smaakt eigenlijk naar niks. Ja, dit, gelukkig de vulling niet, maar de wrap zelf. Ik ga proberen, denk ik nu spontaan ineens. Of ik er ook een soort van kaaswrap van kan maken volgende keer. Dan doe ik er gewoon, ik heb nog wat geraspte mozzarella liggen van Violife. Ik denk dat dat ook heel lekker is, er doorheen. Ik moet het wel wat smakelijker maken, want het smaakt gewoon helemaal naar niks. Maar aan de andere kant, het gaat natuurlijk om de vulling. Ik ga dit wel zeker vaker maken, dit. Ja, maar er moet nog even wat fine-tuning bij komen kijken. En het blijft stevig, het valt niet uit elkaar. Het blijft gewoon, ja, je kunt het helemaal vormen naar... Volgens mij kan je dan ook gewoon wraps van maken. Of ja, wraps. Het zijn taco's, zeg maar. Of pizzabodem. Ik zie ineens allemaal mogelijkheden, jongens. Ik heb er dus 4 gemaakt. Die andere 2 die ga ik in de koelkast doen. Ik denk dat het wel goed blijft tot morgen. Dan kan ik ze morgen gewoon zo in 1 keer gebruiken als lunch. Ik ga even die koolsla proeven van Lidl. Ja, lekker. Ik blijf erbij dat ik het duur vind. 1,79 voor een klein bakje. Maar ik keur hem wel helemaal goed. Hij is wel lekker. Zeker bij de barbecue of zo. Dit is wel een damn goede lunch zo hoor. Maar echt, ik merk dat ik wel meer werk maak van mijn eten. Want dat heeft het wel als voordeel, deze challenge. Je wordt echt bewuster van wat je allemaal eet. Het is inmiddels woensdagavond, de 3e dag dus. En het is nu 7:45 en ik ben aan het eten. Ik eet een detox salade, waarvan het recept op Wat Eet Je Dan Wel staat, al heel lang. Die heb ik ooit gelezen op de website van Wakker Dier. Super lekkere salade. Heel gezond. Met venkel, een avocado. Echt zo lekker. En ik heb zoete aardappelfriet zelf gemaakt uit de airfryer. En ik heb onlangs ontdekt dat dat echt de lekkerste manier is om het klaar te maken. Ik zal hieronder ook zetten hoe ik het klaarmaak. Echt heel lekker gekruid ook. Echt heel lekker. En ik heb de Incredible Burger van Garden Gourmet. Die vind ik normaal te prijzig. Maar dat was deze week in de aanbieding bij Albert Heijn. Ik vind hem echt heel lekker. Als je hem goed bakt, is het echt een hele goede burger.
En ik heb natuurlijk mijn water. 1 gallon of water per dag. Het gaat me goed af, maar ik vind het grootste struikelpunt dat ik gewoon onderweg bang ben dat ik continu moet plassen. Want ik moet wel de hele dag naar de wc. En dat had ik ook al gelezen bij, of gezien bij anderen op YouTube die het ook doen of hebben gedaan. Dat je als je zoveel water drinkt, je echt de hele dag door naar de wc moet. Dat is ook echt zo. En dat vind ik op zich geen probleem als ik gewoon thuis ben. Maar ja, als ik dus ook 2 keer per dag 45 minuten moet wandelen. Dus daar probeer ik wel echt rekening mee te houden. Dat ik echt van tevoren voor het wandelen echt 1 uur of zo niet hele grote sokken neem. Want ik moet gewoon gegarandeerd gaan plassen dan. En dat is echt zo hinderlijk als je net lekker aan het wandelen bent. Maar verder gaat het wel gewoon hartstikke goed eigenlijk. Ik liep alleen vanmorgen even vast, dus wat ik al eerder zei, dat ik vanmorgen dacht van, oh, wat ga ik nou eigenlijk eten? Want ik wil echt niet meer die slaapbladeren eten. Na 2 dagen ben ik echt zo zat. Maar gelukkig heb ik ideeën genoeg en ik vind het ook echt heel leuk om zo uitgedaagd te worden, om toch anders te gaan eten. En wel lekker. Dit is echt lekker eten. Ik zit gewoon prima te eten. Ik heb ook geen hongergevoel of zo. Voel ik echt verschil al? Nee, dat is nog denk ik wel te kort dag. Al is het wel zo dat ik vannacht denk. Ik denk dat ik vannacht wel vaster heb geslapen dan normaal. Ja, ik heb natuurlijk die Fitbit smartwatch om, dag en nacht. En die houdt ook mijn slaap bij. Alleen werd ik vannacht wakker en toen had ik hem afgedaan. Of nee, vanmorgen werd ik wakker en toen zag ik dat ik hem 's nachts had afgedaan. Ik denk dat hij me toch irriteerde of zo. Daar baal ik wel van, want nu ontbreekt dus een heel stuk slaap. Dat is er gewoon niet. Maar goed. Hopelijk kan hij dat vannacht wel goed registreren. Ik heb eind van de middag, begin van de avond nog een pittige wandeling gemaakt. Van het centrum naar het centrum en weer naar huis. Het centrum van Rotterdam. En dat vind ik altijd wel lekker. Gewoon bepaalde routes. Ik weet bepaalde routes die ik prettig vind om te lopen. En er echt zo'n voldaan gevoel als ik dan weer thuis kom. Ik heb het niet zo bond gemaakt als gisteren. Toen had ik echt ruim 20.000 stappen gezet. Maar vandaag heb ik toch ruim 16.000 stappen al gezet. En ik moet Remy nog uitlaten zometeen. Ik denk dat het wel naar de 17.000 zal gaan vandaag. Ben ik wel heel tevreden over. Absoluut. En het voelt zo lekker om weer even in die flow te komen van dat bewegen elke dag. Dus ja, tot nu toe gaat het gewoon goed en hou ik het allemaal vol. En ben echt heel erg gemotiveerd. Ik vind het echt super leuk. En ja, ik vind het vooral fijn, nogmaals, dat ik dus aan het eind van de dag echt kan afkruisen wat ik dus heb gedaan. En hier dus al 2 dagen vol met kruisjes die staan. En nu zometeen kan ik afkruisen dat ik 2 keer die workout heb gedaan. En stick to diet. Ik moet alleen nog een progressfoto maken vanavond. En ik moet mijn water nog opdrinken. En dan nog die pagina's zoals ik vanmorgen aan begonnen. Maar ik moest weg. Ik moest met Remy naar dierenarts. Dus ik moest weg. En ik kon niet mijn 10 pagina's afmaken. Ik moet nog 3 pagina's. Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik het nog steeds heel moeilijk vind om hierin te komen. Ik vind het eerlijk gezegd, ben ik echt heel eerlijk, ik vind het niet zo fijn geschreven. Ik vind het gewoon niet prettig geschreven. Maar misschien komt het nog hoor. Ik hoop het. Ik zit er nog niet in ofzo. Ik vind het een beetje een bedweterig stemmetje. Maar ja, dat kan aan mij liggen. Ik hoop dat ik erin kom. Het zal moeten, want ik heb me toegelegd om dit te gaan lezen. Dat ga ik ook doen. Maar tot nu toe ben ik nog niet wauw of zo. Maar ja, ik ben benieuwd. Ik ben nu op pagina 8 of 29. En ik denk, nee, ik lees 28 opnieuw. Toen zat ik al een beetje op mijn telefoon. Ik moet weg, ik moet weg. Dus ik ga beginnen op 28. En dan moet ik dus tot en met pagina 30. Ja. En ik hou wel van dat soort overzicht. Want ik weet, vandaag moet ik 10 pagina's lezen. En dan, ja, daar hou ik wel van. Dus ik ga dit even verder lezen terwijl ik mijn eten op eet. En dan ga ik zo lekker, eerst Remy uitlaten en dan ga ik lekker douchen en zo. Ik heb echt zin in. Gewoon even een me-time.
zo. Ik zie jullie later weer. Zo, het is vandaag donderdag en het is de vierde dag van de 75 Hard Challenge. En het leek me wel een mooi moment om terug te kijken op de eerste 3 dagen. Ik ga dat doen terwijl ik mijn smoothie drink. Met hennepzaad erop. En dus eigenlijk een smoothie drink ik nu iedere ochtend met van alles wat ik heb. De basis is kokosmelk, omdat ik dat nog had staan, wat op moest in de koelkast. En ik heb hierin gedaan een mix van... diepvriesfruit met allerlei bessen en frambozen volgens mij en bleekselderijstengel, een mandarijn, een kiwi en volgens mij hennepzaad extra en lijnzaad en sojaproteïnepoeder volgens mij en een dadel, met medjool-dadel om het wat zoeter te maken. Dat drink ik eigenlijk iedere ochtend nu. En die hennepzaadjes bovenop geven wat extra crunch. Dat vind ik wel lekker. Dat is ja gewoon super goed voor je. En voorheen at ik dus Brinta. En ik moet zeggen, ik ben hier helemaal aan gewend. Ik heb een hele goede blender, een Blendtec blender. En daarmee maak je echt in een minuut gewoon een hele goede smoothie. Heel erg lekker gewoon. Dus echt gewoon al helemaal in mijn systeem eigenlijk. Want ik merk wel als die knop helemaal om is. Bij mij in ieder geval. Dan gaat het gewoon goed en dan ben ik echt gemotiveerd. En natuurlijk mijn water. Er zijn momenten dat ik het wel moeilijk vind. Het laatste beetje gisteravond vond ik echt heel moeilijk. Ik had nog zoiets wat op moest voordat ik naar bed ging. En had ik echt met veel moeite, met tegenzin moet ik eigenlijk meer zeggen, opgedronken. Maar daarna wel echt zo'n gevoel van yes, ik heb het gedaan. Ja. Eigenlijk gaat het gewoon heel goed. Ik heb mijn printable, mijn print uitgeprint lijstje wat ik iedere dag moet doen. En tot nu toe heb ik alles voldaan, elke dag. Ik heb al 1 keer 45 minuten ongeveer gelopen vandaag. Omdat ik wel dingetjes moest doen, zoals naar de tandarts bijvoorbeeld. En ik moest even de stad in, boodschappen doen. En dat heeft nu het gevolg dat ik om 10:45 al bijna 5000 stappen heb gezet. En ik wil toch minimaal 10.000 stappen. Dat is dus wel 2 keer 45 minuten, zeker wel. Dus die zit er eigenlijk al op, die eerste helft. Dat is wel fijn. Ik had niet ontbeten vanmorgen omdat ik naar de tandarts ging en ik kwam mijn tijdnood en ik dacht, nee, ik drink dit later wel. Dus ja. Tot nu toe ben ik nog steeds super gemotiveerd. Net zo gemotiveerd als dag 1. Dus ja, gaat gewoon goed. Ik ben benieuwd. Ik ben zo benieuwd als al die kruisjes allemaal gedaan zijn, hoe ik me dan voel en ja, wat ik met mijn lichaam ga doen. Ik zag wel op de weegschaal vanmorgen dat ik ietsje ben afgevallen. Ietsje, maar ja, dat is sowieso, ik ben best wel de ene keer wat meer en de andere keer wat minder. Dus dat kan ik nog niet echt zeggen of dit echt veel effect heeft. Maar het valt me echt mee. Ik had gedacht dat ik heel erg trek zou krijgen in dingen die ik niet mag. In chips of zo. En natuurlijk, als ik het nu voor me zou krijgen, zou ik het zo willen eten, maar ik heb er niet echt zin in. Dat komt gewoon, denk ik, omdat ik zoveel beweeg, dan wil je dat niet soort van verpesten door dan slechte dingen te eten. Plus bij mij is nu echt die knop om gewoon van wat ik wel en niet mag. Ik hou echt van dit soort challenges, dat het heel duidelijk is wat mag ik wel, wat mag ik niet, wat moet ik doen om mijn doel te bereiken. Dat is dit echt in hapklare stukjes eigenlijk voor je uitgekauwd. 5 stappen die je moet zetten per dag. Ik heb hier absoluut geen baat bij verder. Ik heb geen spon. Hier verdien ik niks mee. Maar ik meen het echt. Dit is voor mij in ieder geval de manier om een doel te bereiken. En dat is fitter worden. Lekker in mijn vel. Gezonder worden. Dat ga ik hier wel mee bereiken. Als dit zo doorgaat, dan weet ik zeker dat ik me echt steeds beter ga voelen. Mijn slaap was trouwens ook beter vannacht. Kon ik zien in mijn app. Want dat registreert mijn Fitbit smartwatch. Die hou ik dus dag en nacht om. Ik moet hem zo wel opladen, zie ik. Maar hij houdt dus bij hoe vast je slaapt. Hoe vaak je wakker wordt. Ik word nog wel een paar keer per nacht wakker. Maar sowieso om te plassen. Want ja, dat is echt niet normaal. Ik neem trouwens weer een slok. Maar de boel wordt lekker doorgespoeld, laat ik het zo zeggen.
Maar ik slaap nog wel onrustig. Maar wel beter. De kwaliteit was wel, ik krijg dan zeg maar een cijfer voor iedere nachtrust. En die was wel beter ten opzichte van de vorige nacht. Dus of dat hierdoor komt, weet ik niet. Maar daar ben ik ook heel benieuwd naar hoe dat zich gaat ontwikkelen. Dus ja, tot zover even mijn update over de eerste 3 dagen. En ik moet natuurlijk elke dag 10 pagina's uit het boek lezen. Daar ben ik hier dus nu mee bezig. Strakjes of misschien vanavond weer 10 pagina's lezen. En als die uit is, wil ik het volgende boek gaan lezen. Want ik had dus gevraagd op Instagram of jullie nog tips hadden. En daar zijn heel veel reacties op gekomen. En waaronder ook een aantal boeken die ik al gelezen heb. En eentje die ik ook al heb. En ook die heb ik niet uitgelezen. En ook dat was gewoon, het was hetzelfde moment als dat ik dit boek kocht. Was gewoon niet het moment voor mij om te gaan lezen. Dus ik denk dat deze wordt gewoon het boek. Ja, bij deze besluit ik dat. Dit wordt het boek wat ik hierna ga lezen. Dus ik ga eerst deze lezen en dan die. Girl, Wash Your Face by Rachel Hollis. Ze is echt een soort girl boss op social media. Dat wordt de volgende, dus bij deze. Leuk al die tips ook die ik kreeg. Mensen deugen of zoiets. Alle mensen deugen. Alle mensen deugen heet volgens mij. Die werd ook heel veel genoemd. Die kreeg ik ook heel veel via privéberichtjes. Dus ik denk wel dat de derde gaat worden. Die werd zo vaak genoemd dat het bijna moet gewoon. Ja, tot zover even mijn update over de 75 Hard Challenge. Ik ga binnenkort de keuken weer in voor een cook with me. Dus dan ga ik wat lekkere dingetjes maken met de camera erbij. Dus dat zie je binnenkort hier op YouTube. Vond je deze video leuk? Nou ja, you know the drill. Abonneer, like. Daar zou je me echt een ontzettend plezier mee doen. Ik lees ook alle reacties. Ik heb niet altijd tijd om gelijk te reageren. Maar ik waardeer het echt enorm. Super bedankt als je hebt geabonneerd op mijn kanaal. Tot de volgende keer. Doeg!